Hey, hoi. Leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Ja, nu heb ik dus niks in mijn handen. Hoe voelt dat? Ja, naakt. Ik werkte altijd al graag met mijn handen. Het lijkt me wel fascinerend gewoon om van één stuk papier iets ingewikkelds te maken. En hoeveel creaties heb je, denk je, nu gemaakt? Ik denk dat ik nu op de 850 eigen ontworpen modellen zit. Denk je er nog wel bij na, Joost, als jij aan het vouwen bent? Of gaat dit, het allemaal automatisch? Zo'n birdbase, dat doet bijna blind gewoon. Zou ik haast met mijn ogen dicht kunnen doen, denk ik. Ja, het is gewoon deel van mijn leven gewoon. Kijk, als ik dit niet zou hebben, zou ik iets anders gaan zoeken qua handwerk. Maar alles hier beneden ademt origami uit. Waar leef jij? Boven is eigenlijk gewoon normale leefruimte. Kijk, mijn douche kan ik nu bijvoorbeeld niet gebruiken. Er staat nu een vuurtoren in mijn douche. Waar kook jij nu dan en waar staat je koelkast? Koken bij mijn moeder. Koelkast heb ik niet, dus dat is een beetje tactisch denken. Gewoon melk drinken dan ook bij mijn moeder en zo, dat soort dingen. Ja, Joost, we zijn nu in de keuken. Wat zien we allemaal? Allemaal lekker eten, hè? Dus ja, lekker eten is gewoon inspirerend om mooie dingen te maken, vind ik. En af en toe als ik iets ontwerp, bijvoorbeeld zo'n taart, dan loopt echt het water in mijn mond terwijl ik het ontwerp. Dus. Is dit een van jouw lievelingsruimtes? Ja, misschien eigenlijk wel. Ja, ik vind zelf die Engelse drop wel heel goed gelukt. Het leuke is, die papiertjes, je ziet nu verschillende kleuren, bijvoorbeeld zwart en geel, maar dan is één kant van het papier is zwart en de andere is geel. Hoe bijzonder is jouw collectie? Ik mag mezelf origami master noemen dus. Voor mij voelt het heel normaal. Anderen vinden het bijzonder, ja. Daarom ga ik er ook mee door, hè, door de reactie van andere mensen dus. Oh, wat mooi, oh, wat mooi. Nou, nog maar meer maken, hè.